is weer vrijdagmiddag en dus weer tijd voor een nieuwe videoblog. We zijn er 2 weken tussenuit geweest. We waren eventjes aan het wintersporten in plaats van watersporten. Maar we zijn er weer en met een extra super leuke boot. En dat is de Waterspoor 808. Het is een beetje lastig filmen hier in deze show, want het is een enorm grote boot. En je hebt gewoon een stijger nodig om op deze boot te klimmen. Dus ik zit een beetje met mijn hoofd tegen het plafond aan. Deze boot is namelijk 8,5 meter lang. En hij is 3 meter 9 breed. En hij heeft plek voor maar liefst 12 personen. Nou, je kan bij de Waterspoor, dit is een tender, heel eenvoudig de boot inkomen via het zwemplateau. Die is heel lekker breed en je hebt hier een mooie pad richting de boot. En door middel van dit schuifbare schot kan je de boot inklimmen. En dan heb je optioneel een bestuurdersstoel. Dat hoeft niet, je kan ook gewoon een rondzit houden. Maar veel mensen vinden het lekker om boven de boot uit te kijken. En dan kan je zo de boot binnenlopen. Nou, deze 808 hebben wij december vorig jaar, dus 2018, hebben we hem binnengekregen. En we vonden hem zo gaaf, we wilden hem zo graag extra mooi maken. Daarom hebben wij gekozen in deze boot voor een 190 pk. Dat is het maximale wat erin kan. En nou, daarbij wilden we natuurlijk ook wat toeters en bellen. Dus we hebben het dashboard wat uitgebreid met een aantal extra meters. Nou, sowieso zie je hier de boegschroefbediening. En je ziet een voltmeter, je ziet een brandstofmeter, een toerenteller, oliedruk, etc. Er zit van alles op. Maar het leukste eigenlijk vind ik, dat is de gashendel. En dat is een gashendel, ik weet niet meer hoe dat heet. Ja, het is een elektronische gashendel en daar zit eigenlijk een trollingvalve in. En die zorgt ervoor dat bij boten met grote motoren, zoals deze Waterspoor 808, dat je op stationair snelheid eigenlijk vrij langzaam kan varen. Dus dat je in plaats van 8 à 10 km per uur ook gewoon 5, 6 kan halen. En dat zit in die elektronische gashendel verwerkt. Dus dat is een flink pluspunt, Joni. En die uitleg kon ik nog wel geven, maar ik wist even de naam niet meer van dat ding. Ja. Was het gewoon. Nou, wat we verder op dit dashboard nog meer hebben, of aan het console nog meer hebben, dat is het RVS railing. En waarom hebben we deze als extra erbij gedaan? Als je dan toch eens een keer plankgas wil gaan, is het ook wel lekker dat je niet omvalt. En dat je je gewoon lekker stevig vast kan houden hieraan. Daarbij hebben we nog iets erop gezet. Omdat we nu ook gekozen hebben voor die hoge bestuurdersstoel, zit je toch een beetje te bungelen met je voetjes. Dus we hebben een lekker plateautje laten maken om je voeten op te zetten. Goed, nou lieten we even de bestuurdersstoel zien. Om de bestuurdersstoel heb je nog genoeg plek voor minimaal 4 personen te plaatsen. En dan voor die banken zitten dan de opstapjes aan beide kanten. Dus je kan je boot aan beide kanten kan je hem aanleggen. Het maakt niet uit hoe je hem aanlegt. En je kan natuurlijk achterin stappen. Het mooie bij de opstapjes hier is dat er in de opstapjes een hele mooie opbergruimte zit. En dat is aan beide kanten. En dat loopt helemaal door naar achter. En dan kan je mooi je venders of je touwen in kwijt of al je andere rotzooi. Dus zonder dat je op hoeft te staan. Vind ik persoonlijk altijd hartstikke lekker. Krijg je geen ruzie met mensen. Aan de andere kant is normaal gesproken ook een opbergvak. Daar hebben wij voor gezorgd dat er een plaat in zit, zeg maar. Het is een soort koelkast geworden. Hoef je dus ook niet een koelbox in de weg te staan. Deze hebben we natuurlijk, kan je doen naast een gewone koelkast. Want in het midden van de boot hebben we nog 2 kasten. Aan beide kanten kan je ook weer lekker je spullen opruimen. Maar hier zou je bijvoorbeeld ook een koelkast in kunnen maken. Maar opbergruimte is natuurlijk ook nooit verkeerd in de boot. In die kastjes is er weer een mogelijkheid om een wasbakje te maken. Nou, dan hebben we het voorste gedeelte van de boot. Opnieuw weer een heerlijk zitgedeelte. Er zit een verlaagde vloer in, dus dat betekent dat je weer een wat hogere rugleuningen hebt. Vindt ook iedereen hartstikke lekker en comfortabel. Wat je om de
boot ook ziet, en dat is echt wel super fijn, zeker met aanleggen, zeker met sluisjes, is dat je gangborden hebt. Dus dan kan je lekker naar voren, naar de punten lopen om je touwen vast te leggen, om je boeien vast te leggen. Dus ook weer een pluspunt van de watersport. Ook heel vaak de vraag van klanten die willen vaak een boot hebben waar ze een apart toilet, dus daar ze krijgen heel vaak de vraag van klanten voor een apart toiletje, dus dat je niet een toiletje hebt weer overnieuw. Nou, we krijgen heel vaak de vraag van klanten over een toilet in een boot. Dat is bij heel veel van onze boten mogelijk, maar vaak is dat gewoon in de voorbank. Dus dan zit je niet heel ernstig privé of moet allemaal doeken enzovoort over je heen draperen. De Waterspoor 808, die heeft gewoon een aparte cabin. Dus zonder dat je al te hoog hoeft te zijn in je doorvaarthoogte, dus dat je niet een hele andere look in je boot krijgt, hebben ze gewoon een cabin voorin. En dat is een hele grote ruimte. Dan kan je kiezen voor het pomptoiletje, zoals we hier hebben gedaan. Of je kan gewoon een chemisch toiletje erin zetten. Die kan je dan gewoon eruit halen als je hem nooit gaat gebruiken. En hier zie je ook dat er genoeg ruimte is om heel veel kussens ook in op te bergen. Nou, zoals je ziet, ik lig hier nu op het voordekje. Maar echt heel comfortabel ligt het niet. Want het is gewoon best wel heel hard. Dat weet Waterspoor ook. Dat er gewoon heel veel mensen hier gewoon toch wel willen liggen. Dus het is mogelijk om hier nog een extra kussen te laten maken. Zodat je hier ook gewoon zonder pijn heerlijk kan relaxen. In deze boot kan gekozen worden voor motoren, dieselmotoren, vanaf 27 pk. Nou, voor zo'n grote boot is dat wel een tikje weinig. En nou ja, aangezien wij nogal van snelheid houden, hebben wij hier gekozen voor de allerzwaarste motor. Dat is een 190 pk. Nou, en bij een waterspoor, hoe mooi is het om het helemaal tot in de puntjes af te werken. En dat je gewoon helemaal geen onderhoud aan de boot hebt. Nou, de waterspoor is wel zo mooi als je er bijvoorbeeld een flex teak vloer op doet, zoals je hier ziet. Teakhout werd vroeger veel gekozen, maar dat is toch best wel heel veel onderhoud. Daar hebben mensen geen zin in om te schuren en in de olie te zetten. Bij flex teak ben je daar helemaal van af. Het verkleurt niet en het blijft gewoon zo mooi zoals het nu is. Nou, je ziet het, op deze boot hebben we het overal. We hebben het op de vloer, we hebben het op de opstapjes gedaan. We hebben het op de randen gedaan. En overal het voordek. En dat maakt deze boot wel heel erg af. Nog even over de bekleding. Daar zijn ontzettend veel kleuren mogelijk. Uiteraard voor de boot ook, maar ook voor de bekleding. Standaard is de bekleding gewoon glad. Wel met een lendensteun. Maar deze boot wordt ook wel heel erg mooi, zoals we het hier hebben gedaan, om het gewatteerd te nemen. Net over het zonnedekje helemaal voor op de punt, wat super leuk is. Maar wil je toch wat beschutter zitten en wil je wat lager zitten of liggen, dan kan je hier ook een zonnedekje maken. Je ziet een randje. Ik kom even niet meer op het woord. Een randje. En daar kan je dus de planken op leggen en de kussens erop leggen. En je hebt een heerlijk bed. Kan je dus ook even een nachtje op slapen als je wil. Wat ik eigenlijk nog het mooiste vind aan de waterspoor. En dat hebben eigenlijk alle types wel. Maar deze nog royaler. Moet je eens kijken wat een prachtige achterkant hij heeft. Deze boot voorzien van een waterlijn en van antifouling. Navigatieverlichting zie je hier ook zitten, dat is ook standaard. In deze boot hebben wij dus een boegschroef laten zetten. Dat is niet standaard, maar we raden eigenlijk wel aan om dat te doen, want het is een hele grote boot. Dus het is wel prettig om hem nog wendbaarder te krijgen. Al moet ik wel zeggen dat het een hele wendbare boot is en een hele mooie, stabiele boot. En hij vaart echt fantastisch. Ik kan persoonlijk niet wachten totdat het straks weer maart is en dat we deze heerlijke boot in het water kunnen laten.
Ik hoop dat je genoeg aan deze informatie hebt gehad. Mocht je nog wat willen weten erover, je kan ons altijd natuurlijk eventjes bellen. We zijn weer aan het einde gekomen van deze Sloep Antenne videoblog. We hopen dat je hem leuk hebt gevonden. Geef hem een dikke like, deel hem, dat vinden we altijd super leuk. En ik zou zeggen, een heel fijn weekend en tot volgende week.